Yo, welkom bij de tweede vakantievideo. En Renske en ik zijn op het moment weer in Malaga. En ik zeg weer en niet nog steeds, want we zijn even 2 dagen naar Marbella geweest. Daarvoor komen nu even wat beelden in beeld. En we hebben daar ook echt super leuk gehad. En we dachten hierna eigenlijk door te gaan naar Sevilla. Dat was een beetje het idee. Eerst Malaga, Marbella en dan Sevilla. Om nog even een stad te bezoeken. Maar daar was het ook iets van 38 graden. En daar heb je natuurlijk helemaal geen zee. En toen dachten we van oké, dat is misschien iets te warm om alleen maar rond te lopen. Dus we zijn gewoon weer terug naar Malaga gegaan, omdat we het toch super leuk vonden hier. En hier sluiten we nu de laatste 3 dagen ook nog even af. En voor deze video dacht ik nog even een volledige cheat dag te doen. Want we zijn hier nog maar 2 dagen. En natuurlijk is het wel even lekker om je vakantie af te sluiten met nog even 1 keer eten wat je wil. Dus dat gaan we vandaag doen. 24 uur lang alles eten waar ik zin in heb en wat ik wil doen om nog even de vakantie af te sluiten met een lekkere cheat dag. En vind je nou een leuke video, vergeet even een like achter te laten en dan beginnen we de video. En Renske is ook alvast begonnen met de cheat dag, namelijk met wat rijstewafels. Heerlijk. Maar zometeen gaan we even een workout pakken. Dat gaan we nog wel doen vandaag. En voor de pre-workout hebben we gewoon een kleine snack, namelijk een Mars en een Snicker. En dit heb ik al super lang niet meer gegeten, echt een paar jaar of zo. Zelfs in e-challenges eet ik deze nooit. Dus ik ga nu gelijk ook even een vergelijking doen. Want in mijn hoofd vond ik Mars altijd lekkerder, maar ik zou eigenlijk niet eens meer weten welke ik lekkerder vind. Oké, dan ga ik toch zelf voor de Mars gaan. Gaan we deze even opeten en dan gaan we trainen. If I said too much, I know you're mine to lose. I had some dreams, I said some things to you. Oké, echt een lekkere sessie gehad en we waren dit keer in echt een kleine bodybuilding sportschool. Dus het was sowieso wel grappig om daar te trainen, omdat wij niet echte bodybuilders zijn. Maar daarnaast gewoon een full body training gedaan en dat doen we gewoon 2 keer in de vakantie van 9 dagen. En ik zorg er gewoon voor dat ik gewoon iets van 2 of 3 oefeningen echt een beetje train op kracht behouden. En daarna heb ik ook gewoon een beetje gewoon dat ik dingen doe waar ik gewoon zin in heb. Zoals isolatieoefeningen of supersetjes, om gewoon even lekker te trainen. Dan gaan we nu even eten en dan naar het strand toe. Maar voordat we gaan eten dacht ik even een fysiek update te doen. Nu een week vakantie gehad en maar 2 trainingen gedaan en gewoon een beetje gegeten waar ik zin in had. En naast dat ik mijn shape redelijk goed heb onderhouden, heb ik ook een lekker kleurtje erbij gekregen. Dus dat is ook altijd wel goed voor je fysiek. Nu gaan we in ieder geval gewoon even een eiwitshake maken met 2 scoops eiwitpoeder. Want ook op cheat dagen willen we wel onze eiwitbehoefte halen. Ik ben trouwens niet echt een persoon die heel erg veel shopt en helemaal niet in Nederland. Maar elke keer als ik op vakantie ben, dan heb ik altijd weer een fase dat ik opeens best wel veel dingen ga kopen. En vaak zijn het schoenen. Dus ook deze vakantie heb ik 3 paar sneakers gekocht. Eerst had ik deze zwarte Adidas gekocht. Maar de dag daarna dacht ik van oké, een ander model, helemaal in het wit, is eigenlijk ook best wel vet. En toen zag ik deze Puma's in de blauwe kleur. En dacht ik van weet je, dan heb je gelijk weer 3 paar schoenen en ben je weer even klaar. Deze alleen nooit echt dragen op vakantie of wat dan ook. Omdat ik echt denk dat ik dit heel snel ga verpesten. Maar in ieder geval ben ik wel weer blij met de aankoop. En we hadden al gespot dat er iets van 50 meter naast onze Airbnb een soort van taartenwinkeltje was of een bakkertje of wat dan ook. Dus daar gaan we eerst even kijken.
Oké, het vrouwtje in het bakkertje die kon helemaal geen Engels en ik kan natuurlijk echt helemaal niks van Spaans. Dus ik heb er gewoon random mee gekozen en we gaan kijken hoe die is. Doe me een beetje denken aan die krakelingen met kerst of zoiets. Heb je dat suiker nog een beetje dat spijs erin zitten? Ja, dat is goed. Nou, lekker. En we zijn bij La Playa. Vamos a la playa, a mi me gusta. Ik ga nu wel alleen even de grote camera opbergen, want ik vind het een beetje zonde als er allemaal zand in komt. Dus ik ga overschakelen naar het kleine cameraatje. Maar daarvan is de audio waarschijnlijk best wel slecht, dus waarschijnlijk ga ik iets doen met een voice-over of met wat muziek, of jullie gaan het wel zien. Op het heetst van de dag is het sowieso lekker om een ijs te nemen. En deze vakantie heb ik best wel vaak gekozen voor een waterijsje. Toch wat laagste in calorieën en kan eigenlijk niet zoveel kwaad. Maar voor vandaag wil ik even een ijsje nemen wat ik echt nog nooit heb genomen. Vino, Magnum, chocolate, blanco en cookies. Ik heb nu dan wel zo'n Magnum, maar die Solero die Renske nu heeft, die heb ik echt al iets van 5 keer gehaald. Want die is ook echt bijna net zo lekker als een Magnum, serieus. Maar voor de afwisseling is deze ook niet verkeerd. En op de ene laatste dag hebben we nog wel even beach progress gemaakt, namelijk eindelijk een parasolletje. Jij weer een beetje zin om naar Nederland te gaan of helemaal niet? Ja, als het in Nederland de zon schijnt wel, maar dat doet het niet, dus eigenlijk niet. Ja, voordat de hele week aan het regenen was, zo'n 16 graden met regen, en als wij terugkomen is het wel nog eventjes zonnig. Dan is 9 dagen wel snel voorbij gegaan, maar het is wel altijd heel erg lekker, ook al ga je niet heel erg lang op vakantie, dat je voor je gevoel wel weer even een hele maand eruit bent geweest. En dan kun je er wel weer eventjes tegenaan in het regenachtige Nederland, zeg maar. Nou, we zijn alweer van het strand en we hebben er een paar uur gelegen, maar Renske en ik zijn gewoon niet gemaakt om gewoon de hele dag op het strand te liggen, ook al is het echt mega warm. Dus nu gaan we gewoon een beetje weer het stadje in en dan ga ik, nadat ik dit koude colaatje heb opgedronken, weer even kijken wat voor een nieuwe cheat we gaan eten. En ik merk wel dat ik niet echt heel erg veel zin heb in hele grote maaltijden, omdat het gewoon super heet is. Dus ik hou het een beetje bij de kleine snacks en waarschijnlijk dat het weer iets van ijs wordt. You are influencer? Yes. Yes? Yes. What is your name? Tunefit. I'm from Holland, so it's in Dutch everything. Ah. Dus dan hoor je hem alleen maar zo praten. Yes? This one is going to be on YouTube. Okay, I'm going to follow you. Oh, okay, nice. It's that one above. Okay. Oh, you have a lot of followers. Yeah, I'm trying, I'm trying. I still have to pay, right? Thank you very much. Yes, thank you. Bye. Hier heb ik echt fucking veel zin in. Echt, ik weet niet. Op camera zie je het denk ik nog niet eens. Chocola. Nou, bij je hoofd. Ik heb een groot hoofd, hè. Dus oh, dat is niet oké. Okay. Even groot als een hand. Chocoladesaus met M&M's, met muesli met chocolade. Dus lekker veel chocola. En je hebt ook de Froyo smaken met, eentje was cream. Dus ik denk gewoon een hele zoete vanille smaak. En daarnaast chocola. Dus het wordt lekker. Oké, we hebben net even midden in de straat even mijn shirt uitgedaan en een thumbnail geschoten. Voordat die ging smelten, dus nu gaan we pas echt even proeven. Ik denk dat dit echt het hoogtepunt is van de hele vakantie. Gewoon qua eten. Oh. Ik heb echt serieus 2 happen genomen en ik krijg nu wel al een brain freeze. Dus we moeten nog best wel een bak, dus doorbijten. Oké, ik ben iets van 5 à 10 minuutjes aan het eten en de bak lijkt gewoon geen einde aan te komen. Ik denk dat het echt nog een heel stuk groter is dan een volle bak Ben & Jerry's ijs. En Froyo is in principe dus wat gezonder dan ijs. Alleen dan hangt het natuurlijk wel een beetje vanaf hoe ga je Froyo beleggen. De laatste paar happen. En wat me ook net was opgevallen is dat ik letterlijk alleen nog maar zoete dingen heb gegeten. En normaal gesproken ben ik juist meer van hartig. Maar Snickers, ijs, nou ja, Froyo en nog dat zoete gebakje. Dus ik heb wel zin om vanavond gewoon even lekker iets hartigs te eten, zoals een pizza. En dit keer even de sangria ingeruild voor een lekker koud coronaatje. En als voorgerecht hebben we een tapa. En ik moet zeggen, ik heb geen idee wat het is. Dus vertel, wat hebben we uitgekozen? We hebben patatas bravas,
Dat is aardappels met een pittige saus. Nou, dat is het. Ik ben benieuwd. Is lekker. Oké, daar ga ik er nog wel eentje van bestellen. En het is niet zo dat Renske en ik veel alcohol drinken. En helemaal niet in Nederland drinken, helemaal niet zoveel. Maar toen we hier net aankwamen, toen hadden we wel de eerste twee dagen echt wat van oké, sangria is echt super lekker. En daarna was het ook alweer klaar. We deden de vakantie niet meer verder, niet meer gedronken. Maar nu een coronaatje smaakt wel weer heel erg goed. Dus op zo'n cheatdag ga ik er nog wel eentje nemen. En voor de maaltijd hebben we dezelfde pizza als de vorige video. Maar de laatste tijd vind ik pizza's gewoon een veel lekkerdere cheat dan een burger. Eerst was ik altijd echt team burger, patat. Maar de laatste tijd vind ik pizza's gewoon super lekker. En vooral de tonijnpizza met olijven dit keer. Dus hier gaan we van genieten. Oké, dat was de laatste maaltijd van deze cheatdag. En morgen gaan Renske en ik nog één dag genieten in Spanje. En overmorgen gaan we weer terug naar Nederland. En ik denk dat ik morgen ook nog wel even wat groenten en fruit ga inhalen. Want dat ontbrak er vandaag een beetje aan. Maar voor een dag is het natuurlijk niet erg. En vond je dit nou een leuke video? Vergeet even een like achter te laten. En te abonneren op het kanaal. Laat me gerust weten wat voor video's je nog meer wilt zien. Wanneer we terug zijn in Nederland. Dus, thanks voor het kijken. En zie jullie in de volgende video.